Inmiddels is ze helemaal bijgekomen van die overval tijdens haar toneelles. En Iris is niet alleen gekomen. Wie heb je allemaal bij je? Ik heb meegenomen mijn ouders, mijn zus, mijn broertje, mijn nichtje en mijn tante. Zingen, dat is haar lust en haar leven. En dat doet ze eigenlijk elke dag. Ik heb in de musical Annie gespeeld, ook echt als Annie. En dat was zo gaaf om te doen. Wij hebben Iris eigenlijk altijd al horen zingen vanaf dat ze kon praten. Ik vind het eigenlijk weer heel knap van haar. Dat ze dan al meteen kon praten, dat ze al meteen kon zingen en zo. Toen ik geboren was, vond ik het al helemaal mooi eigenlijk. Na de laatste knuffel van haar familie zie je dat Iris op en top geconcentreerd is. Na haar hoofdrol in de musical Annie wil Iris steeds meer. Maar dan moet ze presteren. Hoi Iris. Hoi. Hallo. Wat gaat er nou allemaal in het kopje om? Nou, het is wel heel anders dan dat ik verwacht had. Op tv ziet de toneel er veel groter uit, het podium. Ja. Dus... ja. Het is eigenlijk best heel knus en gezellig, vind je niet? Ja. Ja. Dat vooral. Moet je toch wel een goed gevoel geven? Ja, het geeft me wel een goed gevoel. Ik denk ook wel dat het gaat lukken. Goed zo. Wil je nog een knuffeltje van me? Ja. Oké. Geluksknuffeltje. En dan mag je. Ja. Goed zo. Oké. Goedenavond, wat is je naam? Ik heet Iris. Klein stemmetje ineens als je praat. Iris, Iris. En hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar. 11 jaar? Nou, wow. En natuurtalent of zing je al heel lang? Oefen je heel veel? Ik zing vanaf eigenlijk al dat ik heel erg klein ben. Want nu ben je al heel groot. Nou, ik ben nog geen 16 jaar, dus nee, ik ben dus nog niet heel erg oud. Ja, je bent wel heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. Dank je. Ja, je bent pas oud als... Als je 53 bent. Zo. Nou, dat vind ik nou zo onaardig. Ja, dus kijk hoe ze het uitziet. Ik legde hem open. Ja, jeetje man, dat is toch geen kiepje. Maar laten we gauw het weer over jou hebben, hoor. Maar goed, coach onderling zijn we af en toe niet zo aardig, maar voor kandidaat zijn we heel lief, hoor. Dat moet je weten. Iris, ja, verbazingwekkend goede auditie gewoon. Dank je. Alsjeblieft. Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het zelf wel lekker gaan eigenlijk. Ja, dat geloof ik ook wel. Want dit is eigenlijk, Iris, de perfecte auditie. Ja. Als je iemand 1,5 minuut lang kippenvel weet te bezorgen... ja, dat meer is niet nodig. En dat deed je bij mij de hele auditie lang. En laten we dat gewoon gezellig met de battles weer gaan doen. Iris, toen wij allemaal gedraaid waren, dan werd je wat vrijer en wat losser. En dat is heel belangrijk, want het werd eigenlijk nog een stuk beter. Dus dat betekent dat als je die nonchalance meeneemt naar de volgende ronde... Ja, dan,
dan is het gewoon echt een, heerlijk om naar je te kijken en naar je te luisteren. En daarvoor moet je natuurlijk wel goede keuzes maken, want daar begint het mee in je carrière. Ja, en vanmorgen toen je tanden aan het poetsen was, wist je het eigenlijk al. Ja, dat klopt. Ja, wat zo'n type ben je wel. Ik vond het echt... Je hebt tanden poetst. Echt, nee, een type die precies weet wat ze wil. Ze is 11 jaar en als je zo kunt zingen, dit was uitstekend, Iris. Dank je. Echt uitstekend, zoals je er stond. Ik werd er ook vrolijk van. Ik hoop dat je zag wie het eerst draaide. Lieverd, je mag kiezen. Kijk eens, de hele speeltuin is open. Oh, nee. Ja, dat klopt. Nou, dan ga ik het gewoon zeggen. Ik kies voor Angela. Ja! The music feels better with you. Kom maar, geef die jongens maar even een handje. Dat is allemaal sneu, hè? Allemaal zo sneu. Zo.